Twee mensen zijn vanmiddag zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig auto-ongeluk op het Vrijheidsplein. Volgens de politie kwam de auto van de laan 4045 en raakte het taluud van de rotonde. De auto sloeg daarna meerdere keren over de kop. De hulpverleningsdiensten zijn enige tijd bezig geweest om de automobilist en de bijrijder uit de auto te halen. De slachtoffers zijn in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis opgenomen. Even na 3:30 kreeg de politie een melding van een aanrijding letsel. Na eerste onderzoek blijkt dat er een auto komende vanuit de laan 4045 de rotonde op wil rijden. Hij reed in een taluutje aan. De auto slaat meerdere keren over de kop. En twee inzittenden komen bekneld te zitten. Die auto is helemaal vernield. Reed hij niet veel te hard, denkt u? Nou, dat is op dit moment in onderzoek bij het verkeersongevalanalyse. We gaan kijken naar de juiste toedracht van het ongeval. Beide slachtoffers zijn door de brandweer en door het mobiel medisch team bevrijd uit hun moderne positie. En ze zijn in zorgwekkende toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Zorgwekkend betekent dat het heel slecht met ze gaat? Ja, op het eerste gezicht gaat het niet zo goed met ze. En ze worden nu overgebracht naar het ziekenhuis.